Petrus, niet voor engeltjes. Mario, goedenavond. Gefeliciteerd met de overwinning en ook de kwalificatie voor de halve finales. Na een kwartier was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Henk hoefde alleen nog de wedstrijd te controleren, maar liep toch nog verder uit. Graag je commentaar op de wedstrijd. Ja, wat ik al zei, wij willen graag op alle fronten zo goed mogelijk blijven meedoen. Dan weet je, als je naar Zulten moet, dat die het op dit moment uitstekend doen. Alle respect daarvoor. Maar ik moet zeggen dat wij heel erg goed aan de wedstrijd zijn begonnen. En we hebben eigenlijk Zulten eigenlijk vanaf het begin de kansen die we kregen gelijk afgemaakt. Dus wat dat betreft denk ik dat het voor ons op een gegeven moment met 0-2, 0-3 rusten. Ja, denk ik dat de wedstrijd gelopen was. Maar ik moet ze ook een compliment geven dat we in ieder geval in de tweede helft nog door zijn gegaan. En er nog twee hebben meegemaakt. En dan op het laatst zie je ook nog wel wat ballen natuurlijk op de lat en op de paal van Zulten. En dat zat voor hun niet mee. Maar nogmaals, ik ben ongelooflijk blij met deze uitslag. We krijgen weliswaar nog de terugwedstrijd. Want u zegt dat we al geplaatst zijn, maar die wedstrijd moet echt gespeeld worden. Dus we zullen zien. Maar zondag zal weer een totaal andere wedstrijd worden. Maar ik ben ongelooflijk blij met de volwassen manier zoals we vanavond gespeeld hebben. Bedankt voor uw commentaar. We zien elkaar terug zondag. Ja. Frankie, goedenavond. Zulte Waregem werd koud gepakt na een kwartier. En deze opdoffer is de ploeg niet meer te boven gekomen. Ik had een beetje een déjà vu gevoel, de wedstrijd tegen Mons, waar alles tegen zat. En zullen we het maar houden op een complete off day? We waren gemotiveerd om vandaag een goede prestatie neer te zetten. Alleen, goed, ik denk dat we in de eerste helft ook een mogelijkheid of 3-4 gehad hebben. En wij maken ze niet af, zij wel. Die kansen moet je niet geven aan Racing Henk. Ik vond ook dat wij bij de twee doelpunten niet scherp genoeg verdedigden. En als je dan 0-2 achterkomt, dan is een regel in de voetbal. Als je geen aan terugmatje speelt, pak je best niet te veel tegendoelpunten. En we hadden er al twee en dan aan de rust die derde die er nog valt. Ja, dan is de partij over. En het is spijtig, we waren gemotiveerd. Maar ik denk dat het beter is om 1 keer 0-5 te verliezen dan 5 keer met 0-1. We hebben nooit een periode gehad van een verlies tegen Lokeren. We hebben dat goed hersteld. Ik hoop dat we nu hetzelfde kunnen doen. Zondag dezelfde tegenstrever, maar hopelijk een andere wedstrijd. De hoofden zullen leeg moeten gemaakt worden en tamelijk snel. Oh, ik denk dat we dat wel zullen doen. Ik denk dat er genoeg voetbalintelligentie bij dit team zit om er snel weer over te gaan. Dit kan gebeuren. Dit is een goede ploeg. Oké, aan de rust is die match gespeeld en ik vind dat we daar niet lang moeten bij stilstaan. We moeten ons concentreren op de volgende opdracht en dat is toevallig thuis tegen diezelfde ploeg. Het is een hele goede ploeg, een compliment ook aan de coach en aan deze ploeg. Ja, als het tegen zit, zit het tegen. En we hebben verloren vandaag van een betere ploeg en als je sportman bent, dan moet je dat kunnen aanvaarden en ook proberen goed te schetsen.